Yo mensen van YouTubers en welkom in Spruikjeskraft. Na Zintuigenkraft, dit is de tweede wintervideo. Dus vandaag gaan we de Winter Efteling bezien in Spruikjeskraft. Leuke muziek van de... Van de Winter Efteling. Kom hier eens in, jongen. Allemaal slingers. Dat is echt mooi zoiets. Dit. Ja, allemaal slingers en zo. Dat is echt mooi, dat moeten we ook op ons, in ons park treffen. Treffen ze, hè. Oké, om te beginnen gaan we eens even het pad volgen als symbolica, want dat is altijd mooi gemaakt. Met die lantaarnpalen die onder de ijsvlokken zitten. Hier schoentjes zetten, kom eens kijken hier. Op deze dagen komt Sinterklaas langs. Ja mensen, het is ook nog een beetje Sinterklaas nu. Kijk, zie je dit zo mooi met die kransen en zo. Alle attracties heb ik gezien, die zijn helemaal een beetje vernieuwd langs buiten, een beetje vol met kransen, slingers gestoken. Een echt attractie, ja, we moeten hier alles zelf zoeken. Ze hebben hier geen aparte warps voor de winteractiviteiten. Dus, wat ik wel heb gezien is de Piranha. Er speelt hier Europa Park muziek af. Ja. In plaats van Piranha muziek. Dus ja, goed hard. Muziek. Ik moet zeggen, niet hard. Oké. En dadelijk gaan we zien wat het is. En er is Fantasieland Wintertrouw muziek. Zo, dat is een... Mensen, de Bob is back. Nou, hij pukt weer artsen. Dat is het model van de Bobbaan, jongen. Oh, nice. Dan ben ik wel curieus voor het, wat de ritverloop gaat zijn. Daar zit plotseling wel. Jongen, die creeper werd er buiten kan. Op kanker, jongen. Jongen, ga eens weg, jongen, maar we wamzi. Haha, stinkkoei. En even aan de ziek en hol. Oké. Allee, daar zitten ze nu. Let's go, we zien wat het gebeurt. Ja. Ik denk dat ze gewoon een bobbaan van gemaakt hebben. Ja, weer een grote kar. Wel veel lijken, mensen. Ja. Maar een ingevrozen piranha bootje. Maar dat is muziek van de blitzbaan. In Toverland. Het is een bobkaart nu. Ja. Het gaat niet vlot. Dat dan zou ook niet. Ja, nee, ik bedoel gelijk. Oh. Leuke toevoeging, die muziek van de blitzbaan, dat is leuke muziek. Wow. Het is gewoon op de track. Ja, waar we al de bordjes gaan. Ja. Dit is gewoon de layout van Piranha, alleen is er ijs opgelegd. Hier hebben we die watervallen langs beide kanten. Dat gelukkig niet. Oh, we sprongen precies. Oké, nader we kan het einde. En de muziek stopt ineens. Ja, is dat gewoon de kar van de Bob? Ja, de Bob wel. Toen de Bob weer op Spruikjeskraft nog was, stonden deze modellen erop. Oké, dat was de... Ja, de Bob. Top, Jan. Oké, dat was een toffe toevoeging. We hebben nog allemaal. Het kinderspoor is hier ook
aangepakt, alleen het is niet zoals in Techten in Zindrijkreft een langlaufbaan geworden, het is iets anders. Zoals je daar ziet, het zijn traptreintjes op latten. Ah ja, en er is een ijsbeer die dat de slee vooruit trekt. Wow! Hopelijk kan iemand op de ijsbeer zitten en iemand in de slee, maar... Ik ga maar van voor zitten. Maar ik denk het niet. Ja, oké. Okay. Echt leuk gedaan, dat ze echt van die treintjes nog een slee hebben gemaakt. Ja. Ik heb ook gezien dat er een soort van racebaan op het Aquanura vijver te vinden is. Ik weet niet wat voor een race. Ja. Yo! Ja, is het al gedaan of wat? Nee. Het is wel een mooie toevoeging, mensen. Ook al hier nog wat decoratie op de baan, die gaan ze weer wel zien. Oké, okay, we komen weer aan. Maar wat is er nog allemaal verneefd? Ja, verder is het nog zoals in Duikraft elk gebied heeft. Ja, we kunnen de Vrienden Hollander doen. Hè. Wow. Veel te grote kerstboom met pakjes. Ja, er zijn vele kerstbomen, zelfs Villa Volta. Ondanks Hugo van de Loonse Duinen moet leven met een vloek, is hem toch vrolijk met kerstmis. En buiten de lijst is er al een vriend uitgebracht. De sneeuw in, joh. Vroeger kon ik een hotelkamer boeken met coins, weet ik nog. Maar dit gaat wel heel rap, zo nu. Dat was in dicht. Allee, zien of er hier een splash is. Ja, we gaan nu in de bevroren vijver splashen. Ja, ik zag wel een splash, maar niet zo duidelijk in de sneeuw. Kijk, ik ga die vaart niet verder filmen, we gaan erop door. Ook Vogelrok heeft hier een sjaal en een pots gekregen. En hier staan de typische kampvuren van de Efteling. Ook Villa Volta hier. Kerstboom, kerstversiering. En ook Droomvlucht in het ijs gestopt. Kampvuur. Wat is dus? Dat is een stoof. Hier links. Ja, er is hier wel iets, ja. Hetzelfde als bij Zintuigkraft. Aquanura uitwerken.
Dat is een racebaan geworden, heb ik gezegd. Kampvuren. Je hebt zelfs carnaval festival als die zijn rendier geworden, die clown. Ja. Ja, dat is hier te zien. Bij Python is er ook iets. Wij zo'n plein even. Ja, zelf heeft hij een grote krans hangen. Maar zeg je, ah maar ja, die krans is wel groot. En daar hangt de 2020. Terwijl 2020 bekend einde verhaal is. Oh, hier is ook veel. Kun je er binnen? Hier hebben we ook een kampvuur. Kunnen knuffels kopen. Kerstboom. Schaatsboom. En een groot rendierenkop. We zullen na de restart nog naar het Sprookjesbos gaan loren. Wat Sprookjesbos, dat is niet echt iets. Gewoon. Hey, Polka Marina is bevroren nu. Ja. En Aquanura mensen, daar is een racebaan geworden tegenwoordig. Ik weet niet of er echt races op gaan worden. Ah ja. Ik zal er eens op gaan lopen ze. Ik kan hier langs hier kan ik ook erop. Zal het echt werken? Wat is het voor iets? Is het in de... Het is geen sneeuwscooter. De baan is van water. Ik wil lopen hem. En daar is het podium. Maar mensen, ja, zo zijn we de Winterhefteling doorgelopen ongeveer. Is er niks in Sprookjesbos? Ja, gewoon die muziekpaddenstoelen die zijn ook bevroren zo. Ja, dus hebben we daar eerst starten dus. Ja, dus hier stoppen we even rap. Dus dit was de Winterhefteling. Zag er goed mensen, dus ja, server is weggevallen dus. Tot de volgende video en ciao. Laters.